Mag je je nier voor veel geld verkopen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik zat laatst wat te surfen op Facebook. En toen kwam ik een ontzettend opmerkelijk bericht tegen. Namelijk een ernstig zieke patiënt die een oproep deed op Facebook voor een nieuwe nier. En hij zei erbij dat hij bereid was om flink wat geld te betalen voor die nier. Wie vindt hier dat je geld moet kunnen krijgen voor het doneren van een nier? Ongeveer de helft, denk ik. Wie vindt dat dat niet moet kunnen? Nou, dat is toch wel heel veel meer. 2/3, denk ik. In het ziekenhuis waar ik werk, het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, is er sinds een aantal jaar een eicelbank. Dus dat betekent dat er in vriezers eicellen van vrouwen liggen opgeslagen. En hoe komen die daar? Nou, er zijn vrouwen die hun eicel doneren. En die kunnen uiteindelijk gebruikt worden door vrouwen die niet zwanger kunnen worden. En nou, dat afstaan van zo'n eicel is best een vervelende, belastende procedure. Dus vrouwen die hun eicel doneren, krijgen daar een lichte vergoeding voor. Wie vindt dat eiceldonoren inderdaad betaald moeten worden voor de donatie? Wie vindt dat dat niet moet kunnen? Ik denk ongeveer half-half. Hey, en als je dan gaat betalen, hè, roep eens een bedrag. Wat je nou echt een redelijk bedrag vindt voor die eicellen. €500 wordt hier gezegd. Wie biedt meer? 2.500 wordt er gezegd. 15.000 euro. Nog iemand anders? Je moet ook bereid zijn het echt te betalen. Ja. Nou, kan jullie vertellen, op dit moment in het UMC Utrecht worden donoren ongeveer €900 geboden. Dat wordt gezien als een onkostenvergoeding voor het ongemak, voor het feit dat je een paar keer naar het ziekenhuis moet. Maar er zit ook een klein stukje prikkel zit erin. Het is net iets meer dan alleen een onkostenvergoeding. Nou, dit zijn twee voorbeelden waarmee je in potentie geld zou kunnen verdienen met je lichaam of met onderdelen van je lichaam. Nou, wat mag je eigenlijk doen met je lichaamsmateriaal? Is het van jou? Daar wil ik het in het laatste college met jullie over hebben. Nou, ik denk dat veel mensen hier in de zaal die zullen niet zo heel snel hun nier gaan verkopen en ook niet zo heel snel hun eicellen afstaan. Maar wat je misschien niet weet, is dat jouw lichaamsmateriaal misschien al lang in het ziekenhuis ligt. Dat kan bijvoorbeeld als je een keer een operatie hebt ondergaan of dat er een keer een stukje materiaal is afgenomen. En op dat moment kan het dat het nu al opgeslagen zit in het ziekenhuis. Wat mag daarmee gedaan worden? En van wie is dat materiaal eigenlijk? Door technologische ontwikkelingen is het de laatste decennia steeds makkelijker geworden om allerlei vormen van lichaamsmateriaal, verschillende typen weefsel, maar dus ook inderdaad eicellen en bloed, om dat op te staan in het ziekenhuis. En de plek waar dat opgeslagen is, dat noemen we een biobank. Er zitten allemaal stukjes weefsel, zitten daar ingevroren. Kan echt van alles kan dat zijn. En de beheerder van de biobank weet dus ook precies wat er wel niet mag met dat stukje lichaamsmateriaal, van wie het ooit afkomstig was, in de meeste gevallen, en aan wie het gegeven is, aan welke onderzoekers het uitgeleend is. Maar een van de meest spannende vragen, waar ik het met jullie verder over wil hebben, is de vraag naar eigendom. Van wie is dat stukje lichaamsmateriaal dat daar opgeslagen zit in die vriezer? En een tweede vraag is dan ook meteen, mag je er dan ook geld mee verdienen? En sowieso is natuurlijk de vraag van wie is nou lichaamsmateriaal als het eenmaal los is van ons lichaam? En ik weet niet of je hier vaak over nagedacht hebt, maar het is best wel een belangrijke vraag. Want normaal, als je het hebt over eigendom of over een eigenaar, de eigenaar van iets, die mag bepalen wat ermee gebeurt. En of het wel of niet verkocht wordt. Hoe zit het dan eigenlijk hiermee? Dus met lichaamsmateriaal dat al los is van ons lichaam. Laten we even kijken hoe dat geregeld is in ons recht. Want het recht maakt namelijk een onderscheid tussen twee dingen. Tussen een zaak en een persoon. En een zaak, dat is een ding, bijvoorbeeld deze pointer. Over dingen kun je eigendomsrechten hebben. Er is een ding, kun je bezitten en kun je dus ook besluiten of je het wel of niet verkoopt. En voor hoeveel geld. Daarnaast heb je de categorie van personen. Daarover kun je geen eigendomsrechten hebben. Dat is ook wel logisch. Dat zou eigenlijk herinvoering van de slavernij betekenen. Als je personen kunt bezitten en verkopen. Dus bij personen wordt gezegd, bij die categorie heb je geen eigendomsrechten. Maar je hebt zeggenschapsrechten. We noemen dat ook wel persoonlijkheidsrechten. Dus dat zijn eigenlijk de twee categorieën die het recht hierin aanbrengt. Wat is lichaamsmateriaal? Zoals cellen of een nier of ander stukken weefsel. Wat is dat dan?
Is dat dan een ding? Een zaak? Of is dat meer onderdeel van de persoon? Want het is uiteindelijk ook een onderdeel van je lichaam. Of het was ooit een onderdeel van je lichaam. Nou, ook hier weer de vraag. Hè, wat kan je hier nou als ethicus mee met dit probleem, met dit vraagstuk? Wat je zou kunnen doen is even naar de filosofie kijken. En hoe de filosofie nou eigenlijk kijkt naar de verhouding tussen persoon en het lichaam. En waar daarmee wellicht ook naar de onderdelen in het lichaam. En feitelijk kan je daar drie posities onderscheiden. De eerste positie is, ik ben een lichaam. En daarmee zeg je dus eigenlijk dat de persoon en het lichaam, dat dat één en hetzelfde is. Dat valt samen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat als je jezelf een beetje te dik voelt of een beetje te dun, dan voel je je vaak ook niet zo lekker. Dus er zijn heel veel voorbeelden waarbij lichaam en geest en persoon elkaar direct beïnvloeden. Dus als je dat ook vindt, dan zeg je ik ben een lichaam. Je zou kunnen zeggen, ik heb een lichaam. In ons dagelijk taalgebruik zeggen we dat eigenlijk altijd. Mijn lichaam. Je hebt een lichaam. Je denkt er nooit over dat je dat misschien niet hebt. Dus in het dagelijk taalgebruik houden we die positie, hangen we vaak aan. En daarbij zou je kunnen zeggen dat je lichaam een beetje losstaat van wie jij verder als persoon bent. En tot slot zou je nog kunnen zeggen, deze twee categorieën, lastig, lichaam en persoon zijn deels wel met elkaar verbonden, maar het zijn ook andere dingen. Wie hier vindt die eerste positie het meest plausibel? Dus dat jij een lichaam bent. Dat is ongeveer 1/3. Tweede positie dan. Wie zegt ik heb een lichaam? Ook nog eens 1/3. En wie zegt hier derde positie? Het ligt wat daartussenin. Ook eens 1/3. Wat een heerlijk genuanceerde zaal. Op elke positie is natuurlijk weer wat op en aan te merken. Als je zegt ik ben een lichaam. Dus als je zegt persoon en lichaam zijn hetzelfde. En ze zijn niet te onderscheiden. Dan kom je eigenlijk ook tot de conclusie. Je kunt jezelf niet verkopen. Want persoon en lichaam zijn hetzelfde. En dus kan jij jezelf ook niet verkopen. Valt er dus ook geen geld mee te verdienen. De tweede positie, ik heb een lichaam, die kijkt daar heel anders naar. Als je een lichaam hebt, als je dus een soort van eigenaarschap voelt, dan staat het ook los van je persoon, van wat je bent. Ik denk dat deze positie veel meer ruimte laat voor het verkopen van je lichaamsmateriaal. En van de onderdelen. En dan heb je nog een derde positie, die zegt, die beide uitersten, die vind ik te extreem. Lichaam en persoon hebben wel met elkaar te maken. En ook zijn er wel situaties waarin we wel accepteren dat je wat geld mag verdienen met je lichaam. Dus deze positie zegt bijvoorbeeld, denk aan dat je soldaat bent of prostituee. Dan verdien je toch ook geld met je lichaam. Of dat je risico's neemt met je lichaam. Of met onderdelen van je lichaam. Daar accepteren we het toch ook. Dus om te zeggen dat het nooit mag, is ook niet helemaal consequent. Kortom, ik denk eigenlijk dat we er een beetje tussenin moeten gaan zitten. Dus dat we niet de ene extreme visie, maar ook niet de andere extreme visie. Op dit moment is een beetje de afspraak, ook internationaal, dat je geen eigendomsrechten over je lichaam bezit. Dus je bezit je lichaam dus niet volledig. Ik weet niet of jullie, voordat jullie hierheen fietsten, beseft hadden dat jij je eigen lichaam niet helemaal bezit. Maar je hebt er wel heel veel over te zeggen. Dus je hebt wel zeggenschapsrechten, maar je bezit het niet volledig. Maar als het lichaammateriaal nou eenmaal los is van je lichaam, en daar zul je ook vast niet zo heel vaak over nagedacht hebben, maar als het eenmaal los is, dan wordt het juridisch gezien, gek genoeg, dan wordt het een soort niemandsland. Maar het gekke daar ook weer aan is dat jij zelf dus niet eigendomsrechten kunt hebben over je lichaamsmateriaal. Een ander kan dat wel. En dat ga ik uitleggen aan de hand van een rechtszaak. En dat is de rechtszaak die John Moore in de jaren 90 aanspande. En John Moore die was ziek, die had leukemie. Dat was eind jaren 80 van de vorige eeuw. En vanwege die leukemie moest op een gegeven moment zijn mild verwijderd worden. En dat werd gedaan door zijn behandelende hematoloog. Maar die hematoloog, dus die mild werd verwijderd voor zijn ziekte. Hematoloog kwam erachter dat het een bijzondere mild was en dat je daar een hele specifieke stamcellijn uit kon maken. Dus wat deed de behandelaar? Die liet die patiënt een paar keer terugkomen. En hij richtte zelf een bedrijfje op, samen met zijn werkgever, de Universiteit van Californië. En uiteindelijk werd dat een $1 miljoen industrie. Gebaseerd op de stamcellijn uit de mild van patiënt John Moore. John Moore die woonde inmiddels in een andere staat, moest een paar keer terugkomen. En hij dacht eigenlijk dat het was een soort nakontrole, maar op een gegeven moment werd hij een beetje argwanend. Want hij moest een formulier tekenen. Zo'n geïnformeerd toestemmingsformulier. Informed consent. Toen werd hij een beetje argwanend, is hij het een en ander gaan uitzoeken. En kwam hij er dus achter dat hij iets heel anders aan het tekenen was.
En dat er dat bedrijfje was opgericht. En hij is toen gaan procederen. En hij heeft gezegd, dat was mijn mild. En ik heb dus recht op een deel van de winst. Wie is het eens met John Moore? En zegt inderdaad, hij heeft recht op een deel van de winst. Nou, bijna iedereen steekt zijn hand omhoog. Wie vindt van niet? Nou, ook nog wel een paar mensen die het niet vinden. Nou, ik zou jullie verklappen wat het Hoge Rechtshof in Californië gezegd heeft. In 1990 was de uitspraak. En die zei het volgende. Die zei, die mild, die was restmateriaal. Die was overgebleven eigenlijk voor de behandeling. Het werd letterlijk medical waste, werd het genoemd. En die mild zelf, die was niet waardevol. Maar het was de bewerking van de dokter. Dus de bewerking die eraan toegevoegd was van de dokter, waardoor het waardevol werd. En ook zei de rechter, je hebt helemaal geen eigendomsrechten over je lichaamsmateriaal. Je bezit je weefsel niet. Dat is een herhaling van die positie. Je bezit je weefsel niet. Maar, zo zei de rechter, de arts had natuurlijk wel het financiële gewin moeten onthullen. Dus tuchtrechtelijk werd de dokter wel aangeklaagd. Want hij had natuurlijk van het begin af aan moeten vertellen dat hij daar een integriteitsconflict had. Maar financieel gezien werd de patiënt niet in zijn gelijk gesteld. En ik denk dat een deel van de mensen natuurlijk ook, met de hand omhoog, dat je natuurlijk ook wat onrecht voelde over het feit dat die patiënt helemaal niet wist dat dit gebeurde. En hierin werd dus die zeggenschapsrechten geschonden. Hij had natuurlijk dit gewoon moeten weten. Misschien had hij gewoon wel zijn toestemming ervoor gegeven. Dus het gekke hierin is, dat je dus zelf, volgens de gangbare opvatting, geen geld mag verdienen met je lichaamsmateriaal, of in ieder geval een klein beetje maar. Maar anderen mogen dat uiteindelijk wel. En dat is eigenlijk de situatie. Dus jij doneert materiaal aan een onderzoeker. En die onderzoeker die kan het bewerken net als een boer zijn land bewerkt. Maar nooit zonder toestemming van degene van wie het materiaal afkomstig is. Dus die zeggenschapsrechten die hou je altijd. En enerzijds kun je denken, ja, dan verdient een ander er geld mee. Maar het is natuurlijk de enorme energie en het denkwerk, tijd en het geld die erin gestopt heeft, die uiteindelijk maakt dat materiaal wat waard is. Als een stukje weefsel en haar en de vezels die wij achterlaten. Dat is als we daar niks mee doen, is het natuurlijk helemaal niks waard. Mag je je nier nou voor veel geld verkopen? Ook onderdeel van je lichaam. Het antwoord is nee. Dat mag niet. Want lichaam en persoon zijn deels met elkaar verbonden. En het lichaamsmateriaal heeft kenmerken van beide. Het is uiteindelijk afkomstig van het lichaam. Voor een deel ben je ook je lichaam. En bovendien zou het ook, als je er veel geld mee zou kunnen verdienen, zou het ook onethische consequenties hebben. Want dan zou er eigenlijk een handel kunnen komen in allerlei varianten van lichaamsmateriaal. Je schendt het principe van non-commercialiteit. Dus dat er geen geld verdiend mag worden met lichaamsmateriaal. En dat leidt heel vaak tot uitbuiting. Maar tegelijkertijd accepteren we dus in andere situaties wel dat je geld mag verdienen met je lichaam. Of met onderdelen ervan. Zoals bij de soldaat, bij de prostituee, bij het een kleine vergoeding geven van eiceldonoren. En bovendien kunnen we ook onze ogen niet sluiten voor het enorme tekort aan organen. Dus alleen maar concluderen, nee, het mag niet. Dat is ook niet bevredigend, dat is ook niet voldoende. Dus wat mij betreft, het kader zoals dat nu door het recht geboden wordt. Iets is of een persoon, en dan mag je er alleen iets over zeggen, maar niks mee verdienen. Of het is een ding of een zaak en dan mag het wel. Dat kader, dat knelt. Dat klopt niet meer. Dat is te veel extreme. En dus denk ik dat het goed is dat we in de toekomst gaan nadenken over een model dat er iets meer tussenin gaat zitten. Waarbij je dus niet de kans op gaat van dat er grote bedragen in omgaan en dat het een open markt is. Maar ook niet zoals het nu is, dat er eigenlijk niks mee verdiend mag worden. En dus wat mij betreft, dit is typisch iets wat ik zelf in mijn onderzoek in de komende jaren zou willen doen. Kunnen we nou een model ontwikkelen dat daar een beetje tussenin gaat zitten, zodat je verantwoord een kleine vergoeding voor je lichaam en voor de onderdelen daarvan kunt krijgen. Maar voor vandaag hou ik het bij deze 5 colleges over medische ethiek. En zoals je ziet, alle medisch-ethische dilemma's, dat zijn altijd situaties waarin je niet zozeer het goede wil nastreven, maar doet je eigenlijk je best om het meest kwaad te voorkomen. Dus het is een beetje vergelijkbaar met de Griekse tragedies, waarbij het altijd een beetje laveren was tussen het ene kwaad en het andere nog grotere kwaad. En er blijft altijd, wat je ook beslist, er blijft altijd een klein beetje morele pijn blijft erover. Wat je ook kiest. Hartelijk dank.